Hallo familie, mijn naam is Rutger. Dit is Paco die heel graag bij de intro aanwezig wil zijn. En welkom bij deze nieuwe aflevering van mijn meest aangevraagde serie ooit. Wil jij het zeggen, Paco, of zal ik het zeggen? Complottheorie. Ik bedoel natuurlijk bizarre geheimen. Nu zit ik waarschijnlijk onder de haren. Vandaag bespreek ik weer met jullie de meest bizarre, de meest verontrustende, de meest schokkende geheimen die momenteel rondgaan op het internet en die misschien wel waar zijn. Vandaag gaan we het hebben over onder andere TikTok, over Britney Spears, over een geheime camera die ik laatst ontdekte op een plek waar ik hem nooit had verwacht. Maar we gaan het ook hebben over de aarde en wat we daar nou precies van weten. Daarom heb ik nu aan jou de vragen al. Als je nu antwoord zou moeten geven op deze vraag: is de aarde rond of plat? Laat je eerste ingeving nu achter in de reacties. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe je er straks over denkt na het zien van deze video. Voordat we gaan beginnen met het eerste bizarre geheim, wil ik je vragen deze video een duimpje omhoog te geven. Ik maak deze video's namelijk omdat ik het super tof vind om te doen en omdat jullie het super tof vinden om naar te kijken. De enige die het minder leuk vindt is YouTube zelf, want zij willen niet van dit soort video's zien. Ik bedoel, bizarre geheimvideo's. De kans is groot dat deze video daarom niet goed in hun algoritme wordt opgenomen, maar als we massaal deze video een duimpje omhoog geven, lukt het misschien wel weer. En als ik zie dat deze video meer dan 30.000 duimpjes haalt, dan maak ik binnenkort een nieuw deel. Dus ik zou zeggen, druk op het duimpje en abonneer je eventjes, dan mis je die video ook niet. Oké, ik moet het met jullie hebben over Britney Spears. Vroeger stond Britney Spears bekend als een van de meest succesvolle popidolen aller tijden. Maar tegenwoordig lijkt ze slechts een schim te zijn van wie ze vroeger was. Ik ben echt opgegroeid in het Britney Spears tijdperk. Je kon er echt niet omheen. Ze scoorde hit na hit, ze won award na award en ze had ontelbaar veel merchandise. Er kwamen boeken uit, parfums, films. Er waren zelfs Britney Spears poppen. Die had ik dan helaas niet, hoe graag ik ze misschien ook had gewild. Het kon gewoon niet op voor Britney Spears. Maar dat succes ook een keerzijde heeft, daar kwam Britney Spears in 2007 achter. Britney had destijds een conflict met haar ex-man en dat ging over de voogdij van haar twee zonen. Het werd een heel schandaal en ze werd 24 uur per dag achtervolgd door paparazzi fotografen. En als dit 24 uur per dag, 365 dagen per jaar gebeurt, dan is het logisch dat je dit op een gegeven moment niet meer aan kan. Ze stortte in en ze werd opgenomen in een afkikkliniek. The troubled pop singer Britney Spears has been carried out of her home on a stretcher and taken to hospital after police were called because of an argument with her ex-husband over their two children. Op de dag dat Britney weer werd ontslagen uit de afkikkliniek, ging ze direct naar een kapsalon. En niet om haar uitgroei bij te werken, nee, ze had een heel heftig verzoek. Ze wilde dat haar volledige schedel werd kaal geschoren. Dit wilden de kappers alleen niet voor haar doen, dus toen pakte ze zelf de tondeuze en scheerde ze zelf haar hoofd kaal. Vervolgens kwam ze naar buiten en daar stond de paparazzi natuurlijk weer klaar. Ze ging door het lint, pakte een paraplu en viel een auto aan. Deze beelden gingen echt heel de wereld over en echt iedereen had het hierover. Het ging overduidelijk nog niet goed met Britney en dat was ook het moment dat ze de totale controle over haar leven verloor. Want haar vader kreeg namelijk het wettelijk gezag over haar. Wat dus inhoudt dat ze eigenlijk niets meer over zichzelf mag beslissen. Alle macht ligt bij de vader. Zo wordt het geld beheerd dat Britney verdient door haar vader beheerd. Keuzes die ze wil maken in het leven, zelfs haar stemrecht, ligt bij haar vader. En als het zo slecht met je gaat, kan het goed zijn om dit te doen, om iemand in bescherming te nemen. Maar dit gebeurde in 2007, 13 jaar geleden. De jaren daarna leek Britney weer op te knappen, want ze maakte een heuse comeback. Ze bracht weer nieuwe muziek uit, die super succesvol was. En ze was in diverse televisieprogramma's te zien. Zo werd ze onder andere jurylid bij The X Factor. Daarnaast gaf ze een hele concertreeks in Las Vegas die totaal meer dan 100 miljoen dollar hebben opgebracht. Maar wat als ik je vertel dat die wettelijke macht tot op de dag van vandaag in 2020 nog steeds bij de vader van Britney ligt. En Britney lijkt er momenteel compleet aan onderdoor te gaan.
Want de laatste tijd verschijnen er op haar Instagram en op haar TikTok hele verontrustende video's waarin ze totaal niet zichzelf lijkt. Ze deed bijvoorbeeld een Q&A en kijk zelf maar, ze komt behoorlijk in de war over. You have been asking me a lot of questions during my comments. I listened and so now I'm going to answer all of your questions. My favorite food is a chili hot dog. And then if I had 3 wishes, then I have no idea what my favorite song in the whole world is. En zo plaatst ze dus nog veel meer video's en foto's, waardoor mensen zich zorgen gaan maken omdat het niet de Britney is die ze kennen. En mensen maakten zich zoveel zorgen dat ze haar soort van opdrachten gaven in de comments. Zo zei iemand, draag iets geels in je volgende video als je hulp nodig hebt. Omdat ze misschien door haar vader het zelf niet echt kan zeggen. 3 keer raden wat ze in haar volgende video aan had. Een gele jurk. En los van het feit dat de video sowieso heel raar en vaag is, het dansje dat zich heel de tijd blijft herhalen en de blik in haar ogen, zou dit dus gewoon een teken kunnen zijn dat ze niet oké is. Dat ze echt hulp nodig heeft. Dus ik ben zelf ook nog wat onderzoek gaan doen en die Q&A die ik net liet zien, die zat me niet helemaal lekker. Dus ik dacht, zit hier niet ook ergens een boodschap in verborgen? Laten we goed luisteren naar de antwoorden die ze geeft in deze Q&A en met welke letter het antwoord vooral begint. Dit is het eerste antwoord. What my favorite song is. My favorite song is Toxic. Toxic begint met de T. Oké, we hebben de T. You have asked me what's my favorite place to visit. My favorite place to visit is Hawaii. Nu de H van Hawaii. It's my favorite food is a chili hot dog. En ze twijfelde hier een beetje. Ze wilde bijna hot dog zeggen, maar nee, ze zegt, oh nee, chili hot dog. Oftewel de C. We hebben nu dus THC. Wat is THC? Dat is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis. Oftewel drugs. Wat? Zou dit dan ook een teken zijn? Kijk mee, want het gaat nog veel verder. Britney postte het woord pray met een speer erdoorheen. Oftewel, bid voor Britney Spears. En niemand is klaar voor de volgende. Dit is haar Instagram profiel. Kijk er eventjes goed naar. Valt je misschien iets op? Op het eerste oog niet, maar kijk even goed naar haar volgersaantal. Ze volgt precies 116 mensen. Niks raars aan, toch? Wacht maar tot je dat getal omdraait. Wat staat er dan? 911. 911, where's your emergency? Please, ik weet gewoon niet meer wat ik hierover moet zeggen. Ik maak me oprecht echt heel erg veel zorgen om haar. 911 is natuurlijk het nummer van de Amerikaanse hulpdiensten. Oftewel, zou dit dan ook een teken zijn dat ze hulp nodig heeft? Ik weet gewoon niet wat ik hiervan moet denken. Ik maak me oprecht heel erg veel zorgen en ik hoop dat het een of andere marketingstunt zou zijn ofzo. Ook al is dit totaal geen manier, geen onderwerp om iets te gaan promoten, nieuwe muziek die er misschien aankomt of wat dan ook. En mocht jij dit zien en zit jezelf niet lekker in je vel, vraag alsjeblieft om hulp. Het is niet raar om hulp te vragen. Het is hartstikke goed en dapper als je dat juist wel doet. Check dan vooral de beschrijving. Ik zal daar wat linkjes zetten naar instanties die je verder kunnen helpen. Ik hoef je waarschijnlijk niet meer uit te leggen wat TikTok nou precies is, maar misschien wel wie of wat er precies achter TikTok zit. TikTok werd groot toen het Chinese bedrijf ByteDance Technology Musical.ly kocht voor 1 miljard dollar. En sinds die overname en de verandering van Musical.ly naar TikTok is TikTok echt ontploft in populariteit. Ik hoef maar te neurien en jij weet al sowieso welk dansje daarbij hoort. Nek eraf. Kijk even mijn vorige bizarre geheime video voor het hele verhaal. Waarom zou een bedrijf 1 miljard dollar neerleggen voor een app dat helemaal gratis is? Oké, laat me regel 1 uitleggen en dit geldt voor alle apps of producten of wat dan ook. Als het product gratis is, dan ben jij het product. Jij gaat ervoor zorgen, door de app te gebruiken, dat zij heel veel geld verdienen. Hoe meer jij op TikTok zit en hoe meer je kijkt en liked en deelt, hoe meer zij over jou te weten komen. Wat je leuk vindt, maar ook wat je stom vindt. Hoe jij over bepaalde onderwerpen denkt. Wat je misschien wel van plan bent om te gaan kopen. Of nog beter, ze zijn zo slim dat ze soms kunnen voorspellen wat je waarschijnlijk zou
zou willen kopen. Terwijl je dat op dat moment zelf nog helemaal niet van jezelf wist. Jouw data is tegenwoordig meer geld waard dan olie. Nu is dit op zich niks nieuws, want Instagram heeft dit verdienmodel, Facebook heeft dat verdienmodel, WhatsApp, eigenlijk alle gratis apps. Maar TikTok zou hier veel en veel verder in gaan. Zover dat TikTok nu al verboden is in bijvoorbeeld India. En Zuid-Korea heeft TikTok al een boete opgelegd voor het verzamelen van data van kinderen. En ook Amerika heeft het nu over een mogelijk verbod van TikTok. Maar welke data verzamelt TikTok dan precies van je? Ik heb het even opgezocht. Het is echt niet normaal veel. Om er iets te noemen, ze slaan elke 30 seconden je locatie op. Ze weten dus precies waar je woont, waar je heen gaat. Maar stel je voor, jij en je vrienden zitten allebei op jullie eigen telefoon samen TikToks te kijken. Dan weet TikTok dat jullie met elkaar bevriend zijn. En zo kan er een soort van heel netwerk worden gelegd. Waarom is het nou extra eng dat TikTok dit verzamelt? Omdat TikTok een Chinees bedrijf is. En Chinese bedrijven zijn verplicht om al hun gegevens over te dragen aan de overheid als daarom gevraagd wordt. Stel je even voor, het is Pride maand en ik heb allerlei posts geliked op TikTok over dat liefde liefde is. Maar wat als China het daar bijvoorbeeld niet mee eens is? En ik kom daaraan aan de Chinese grens op het vliegveld. Dan zou dat echt grote gevolgen kunnen hebben voor mijn veiligheid. Aan de andere kant, en hier hoor ik niet zo heel erg veel mensen over, TikTok is een Chinese app en Amerika is een beetje bang. Waarschijnlijk omdat ze bang zijn dat China hun gaat inhalen wat betreft de wereldmacht. Dus hoe succesvoller het Amerikaanse Instagram is, hoe meer geld Amerika verdient en hoeveel meer data zij dus ook misschien wel kunnen verzamelen. Want als je het mij vraagt, vind ik het persoonlijk super toevallig dat Amerika nu ineens moeilijk gaat doen over TikTok op het moment dat Instagram een TikTok-kloon lanceert dat Reels heet. En het ziet er precies hetzelfde uit als TikTok. Het werkt hetzelfde. Je kunt op het liedje drukken en dan zie je vervolgens alle andere Reels die met die audio zijn gemaakt. Precies zoals TikTok. We kunnen er ook denk ik niet zo heel erg veel aan doen. Het enige advies dat ik je wil geven is dat je er bewust van moet zijn dat je op TikTok en Instagram en eigenlijk alle andere apps continu in de gaten wordt gehouden. En dat ze jouw data zullen gebruiken om je dingen voor te schotelen om op die manier geld aan je te verdienen. En nu we het toch een beetje over spionage hebben eigenlijk, wil ik het met jullie hebben over iets wat ik laatst heb ontdekt. Ik heb namelijk een geheime camera ontdekt op een plek waar ik het nooit had verwacht. Dit is mijn auto, de Tesla Model 3 Performance, en ik ben er nog steeds super blij mee. Het is echt mijn droomauto. Het is een elektrische auto, dus hij laadt in principe op door de zonnepanelen op mijn huis. En er zitten natuurlijk superveel snufjes op. Je hebt natuurlijk dit gigantische scherm waar je alles op kunt bedienen. Maar de auto heeft ook allemaal camera's. Zo zit er hier in de deur één verstopt. Bij het voorwiel zit hier nog een camera. Vooruit zitten ook nog een paar camera's en andere sensoren. Dat is best wel vet, want op deze manier wordt altijd je auto in de gaten gehouden is een opname van toen ik in een parkeergarage stond. Maar ik ben er dus laatst achter gekomen dat er nog een camera bestaat in deze auto. Hierboven, verstopt boven de spiegel, een camera die gewoon op mij is gericht. Ben ik gewoon al die tijd al gefilmd zonder dat ik het door had? Bestaan er straks afpersbeelden van mij terwijl ik in mijn neus peuter? Toen ben ik gaan wezen te lopen te zijn te googlen. En er is een verklaring naar buiten gebracht. Elon Musk, de eigenaar van Tesla, zegt dat het bedoeld is voor wanneer Tesla Model 3's als automatische taxis gebruikt gaan worden, waar dus niemand verder in zit, zelfrijdende taxis, dat daarmee wordt gekeken of de passagiers zich wel gedragen. Maar waarom heb ik nu nog geen toegang tot die camera? Waarom zie ik nu niet wat hij filmt? Volgens mij weet ook bijna niemand die een Tesla Model 3 heeft dat daar zo'n camera zit. Ik ben een soort van plan om hem af te gaan plakken of zo, want ik vertrouw het gewoon niet. Het is zo raar. En dan het laatste bizarre geheim. Volgens heel veel mensen zou de aarde namelijk geen bol zijn, maar een plat ding. Dit is hoe wij op school hebben geleerd hoe de aarde eruit ziet als een globe, een bol. Maar dit is hoe de flat earthers denken
dat de aarde er eigenlijk uitziet. Een soort van plat ding. Ik ben hier dus ingedoken en het is een bizar, ingewikkeld, lang verhaal. En aangezien we al zulke uitgebreide, bizarre verhalen vandaag hebben gehad, ben ik benieuwd of jullie hier meer over willen weten. Moet ik in de volgende video dit verhaal helemaal uitleggen? Geef de video dan eventjes een duimpje omhoog, want bij 30.000 duimpjes maak ik dus een vervolg hierop. En abonneer dan natuurlijk ook zeker op mijn kanaal om het niet te missen en druk op het belletje, want dan mis je al helemaal geen één video meer. Elke donderdag om 4 uur in de middag. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze geheimen weer super interessant vonden. Als je nog andere geheimen hebt die ik moet bespreken, laat het eventjes weten in de reacties. En wie weet zit jouw geheim dan wel in de volgende video. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week donderdag. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei! Mwah!